Nou, zoals jullie allemaal kunnen zien, Mark van Even zit hier bij me. We zitten even in de koffieruimte van het L-college. Gezellig. Hoe is het, Mark? Ja, hartstikke goed. Ik vind het heel erg leuk om hier weer te zijn. Dat is natuurlijk mijn oude school, het vroeger het Skindler College. En ik vind het heel leuk dat Johan Heurte dit organiseert. Die musicals, ik kom ieder jaar graag lesgeven. Ja, het is om de 2 jaar. Hè? Nou heb je het 2 jaar geleden ook gedaan. Ja. Nu sta je weer voor een hele andere groep kinderen, weer net zo bleu. Vind je dat niet lastig? Nee, ik vind dat ze het echt hartstikke goed doen, die kinderen. Ja, ik heb echt bewondering voor het feit alleen omdat ze op het podium durven te staan en zichzelf op die manier durven te uiten. Vind ik echt heel bijzonder. En nou heb jij net, hebben we gezien, een aantal tips gegeven. Die blijf je ook geven. Waar haal je die, waar bron je dat uit, zeg maar? Ik ben natuurlijk al heel lang bezig met acteren, al 15 jaar of zo. Dus ja, dit is gewoon uit eigen ervaring doe ik dat. Je ziet gewoon van, hé, daar moet iets op aangemerkt worden. Dat kan veranderen, dat kan leuker. Ja, precies. Ja. Ja, en ik vind echt dat de regie ook hartstikke goed doet. Johan die doet het hartstikke leuk. Die krijgt ook hulp daarbij. Ze hebben ook nog 3 maanden. Dus ik denk dat het hartstikke leuk musical wordt. Ik zag net al dat ze echt wel er iets mee kunnen. Vooral in expressie. Hè? Dan ontbreekt het de jeugd wel een beetje aan, hè? Nou, het is wel zo dat er moet wel iets gebeuren op het toneel, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen, als je geen ervaring hebt, dan ga je staan, dan is het natuurlijk best wel statisch. En je wil dan wel vaak iets meegeven aan die kinderen. Ja, maar je ziet het veranderen dan. Is dat een goed, voelt dat goed? Ja, dat is een goed teken. Ja, dat voelt heel goed. Voelt heel goed. Ja. Nou doe je het vast weer over 2 jaar, maar dan heb je weer meer ervaring gehad. Kom je ook nog wel eens oud-leerlingen tegen die je hier hebt gesproken? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik kom heel weinig oud-leerlingen tegen. Maar je komt ze verder ook nooit meer tegen? Ook niet, want jij woont nu in Amsterdam? Ik woon in Amsterdam, ja. Ik kom als keer mensen die bijvoorbeeld naar de bodyguards zijn wezen kijken, die ik dan tegenkom of die me dan daarop aanspreken. Maar ik zie weinig oud-leerlingen. Ja, want dat is eigenlijk de reden dat ik dat vraag. Want jouw roots liggen natuurlijk hier. Hè. Jij bent hier begonnen op het L-college en acteur geworden. Ja. Denk je dat we dat ook nog een keer mee gaan maken uit deze generatie? Absoluut, dat ga ik wel. Want ik vroeg het ook toen straks, wie er wil graag acteur wil worden. Dus ik denk wel dat daar zat ook een meisje in, die zat er vorige keer ook in. En die heeft altijd wel veel talent. Ja, en wat is dan jouw advies naar zo'n meisje toe bijvoorbeeld? Nou, als je echt actrice wil worden, moet je gewoon toneelschool Amsterdam of Maastricht doen. Dus ik zou willen dat het anders was, maar het is gewoon zo. Ja, er zijn zoveel opleidingen en toneelschool Amsterdam of Maastricht is gewoon, als je echt actrice wil worden, is dat vaak wel hetgene wat je dan, ja, die je ook vaak die kansen geeft. En dat ligt aan de markt en niet zozeer aan de opleidingen, denk ik. Ja, maar ze kunnen hier toch een klein beetje van jou al meepikken, de basis. Wat ga jij zelf nu nog doen, de komende tijd? Dat mag ik eigenlijk nog niet vertellen wat ik ga doen. Maar ik ga even Flikker Rotterdam doen. In mei wordt dat weer opgenomen. En ik zit nog in de bodyguard. In januari en in maart. En in mei begint Flikker Rotterdam weer. Nou, geweldig, dus dan ben je weer de regisseur. Ja, precies. Oké, Mark, dankjewel en veel succes de komende tijd. Ja, dankjewel. Alright, leuk je weer te zien.